Al op zijn 14e jaar brak Robert op de landelijke radio door als DJ Hardwell. Inmiddels heeft hij een grootse carrière opgebouwd. 2 keer op rij verkozen tot de beste DJ van de wereld, hoofdact op vele internationale festivals en de eerste DJ die met een eigen show een volledig Duits stadion uitverkocht krijgt. Ik ontmoet hem de dag voor het grote Duitse stadionconcert in zijn geboortestad Breda, waar hij me meeneemt naar de kroeg waar hij zijn eerste plaatjes als DJ draaide. Dus dit is de plek waar het voor jou allemaal begon? Ja, eigenlijk wel. Dat was ook mijn eerste aanraking met dancemuziek die ik niet op tv zag of wat dan ook. Dat gebeurde hier. Maar en stond je toen ook al echt daar? Ja, letterlijk. Gewoon net als vroeger dat je echt tegen de muur omhoog je plaatje aan het mixen was. Dat is wat dat betreft weinig aan veranderd. Ja. Maar als je hier dan weer komt, draai je hier dan ook nog echt? Het zijn ook vooral die momenten dat ik het niet kan laten. Dat ik denk van, even één plaatje opzetten. En dat kan gewoon op een zaterdagavond zijn, maar vrijdagavond als ik vrij ben. Maar dan heb je hier staan draaien. Uiteindelijk is het gewoon helemaal gelukt. Je bent nummer 1 DJ van de hele planeet geworden. Wat betekent dat voor je carrière? Wat gebeurt er dan? Vooral de eerste keer dat ik nummer 1 werd. Dus ik sprong toen van nummer 6 naar nummer 1 in die ranglijst. Ja, toen ontplofte heel veel dingen in één keer, maar vooral om me heen. Mensen zeggen altijd van, ben je nou niet echt veranderd sinds je nummer 1 bent? Eigenlijk het antwoord op die vraag is dat ik niet ben veranderd, maar de hele perceptie van de buitenwereld rondom mij is veranderd. De hele wereld kent je in één keer. Dus mijn shows werden in één keer groter. Waarom? Omdat heel veel mensen zoiets hebben van, ik ga naar Hardwell, de nummer 1. Ik weet niet wat de muziek is, wat die draait, maar het zal wel goed zijn. Ja. Maar zag je toen dan ook echt dat je boekingen bijvoorbeeld verdubbelden? Nee, eigenlijk, ik ging minder draaien. Het was zeg maar zo dat als je dan nummer 1 bent, trek je te veel mensen. Dus al die clubjes die ik zo leuk vond om in te draaien, dat kon niet meer. Want je trok gewoon veel te veel mensen. En dat paste gewoon niet meer in die kleine clubs. Dus uiteindelijk ging je alleen maar grotere arenas doen en grotere zalen. Zoals bijvoorbeeld het voetbalstadion in Gelsenkirchen, waar Hardwell met zijn eigen concert een show geeft voor 40.000 fans. Daarover straks meer. Eerst neemt Robert me mee naar de kraamkamer van zijn hits. Waar gaan we heen? Ja, we gaan eigenlijk door, ik noem het al, de man cave naar de studio. Dan zei ik, hier zit ik altijd met vrienden te chillen. Ja, dat snap ik nu al, ja. Ja, hier is dan de studio. Maar die man cave van jou, die is groter dan een gemiddeld huis. Jezus, jongen, zo. Dit is... was dan mooi om te zeggen, where the magic happens. Ja, wat mooi, jongen. Ik heb bijna het idee dat ik op de set van Star Trek sta. Hoe vaak zit je hier? Als het kan, zo vaak mogelijk. Ja, muziek maken voor mij is echt nog alles. Ik bedoel, dat is ook eigenlijk de hele basis. Als ik een jaar geen plaat uitbreng, dan ben ik helemaal niet meer relevant als DJ zijn. Ja, maar ja, ondertussen reis je de hele wereld over. Dus hoe vaak kan je hier zitten? Ja, ik zit sowieso 1 week per maand zit ik echt in de studio. Ik heb ook altijd 1 weekend... Als ik 1 weekend per maand vrij neem, dan hou ik meteen dat ik een hele week vrij ben natuurlijk. Dus ik zit sowieso 1 week per maand hier. Ja, hier werk ik eigenlijk aan mijn radioshow. Hier doe ik alles voor mijn label en natuurlijk om muziek maken. En als jij hier dan zit, hoe ga je te werk? Wat doe je? Het verschilt eigenlijk heel erg. De ene keer begin ik met inspiratie qua melodieën en akkoorden. En dan begin ik eigenlijk gewoon op piano. En de ene keer heb ik echt idee voor gewoon een hele simpele clubtrack. Dan ga ik meteen beats bouwen of edits maken. Het verschilt eigenlijk heel erg. Hoe lang ben je met een track bezig? Dat verschilt altijd. Het basisidee van de plaat komt vaak echt binnen een uur. Dan staat echt het grote idee van de plaat staat al. En als je dan later de geluiden gaat veranderen, dat is eigenlijk bijzaak. Het gaat om dat het idee van de plaat en de harmonie, dat is vaak binnen een uur moet dat wel staan. Maar heb je dan ook dat je allerlei verschillende opzetjes eruit poept? En dan ga je later verder met die, dan doe je dan weer even die. Werk je zo allemaal door elkaar? Ja, ik werk heel erg door elkaar. Ik maak nooit een plaat meteen af in de studio. Want ik wil altijd het demootje wat ik dan heb, dat wil ik tijdens de toeren gaan testen. Als mensen niet op reageren, dan heb ik iets van Laat maar zitten. Dan ga ik wel met een ander demootje verder. Ik probeer eigenlijk altijd zoveel mogelijk opzetjes te maken, die te draaien. En dan eigenlijk op basis van hoe het publiek erop reageert, besluit ik welke ik wel en niet afmaak. Kan je ze iets laten zien? Ja, tuurlijk. Hoe je te werk gaat. Tuurlijk, geen probleem. Open die Music Maker 5 maar even. Ja, dit is een plaat waar ik eigenlijk nog mee bezig ben. Dit is nou inderdaad zo'n opzetje wat ik nu aan het testen ben. Wat ik dan op mijn concert al in Duitsland ga draaien. En kijken hoe het publiek reageert. Het is grappig, want het publiek kent het helemaal niet. Maar dus eigenlijk
Niemand heeft deze track nog gehoord. Nee. En morgen ga je die in Duitsland testen. Ja. Morgen ga ik hem testen en kijken hoe het publiek reageert. Maar je kan de hele tijd bijschaven. Ja, je kan eigenlijk altijd non-stop alles aanpassen. En ik heb ook al die projecten die je hier ziet op mijn computer, die heb ik ook op mijn laptop bij. Dus ik kan eigenlijk, als ik aan het toeren ben, ik ben 2 weken niet in de studio, kan ik gewoon de dag daarna wat ik heb onthouden, van ik moet dat en dat aanpassen, kan ik ja, eigenlijk meteen aanpassen en dezelfde die avond erop meteen opnieuw testen. Nou heb je met heel veel verschillende artiesten samengewerkt. Kan je er eens even een paar noemen? Ja, ik heb remixen gedaan voor bijvoorbeeld Rihanna. Ik heb recent een single uitgebracht met Jason Derulo. Ja, wat ik ook gewoon heel erg cool vind, ik heb gewoon verschillende platen met Tiësto gedaan. Wat ik als klein jongetje daar echt mega tegen opkeek en nog steeds mijn idool is. Ja, ik krijg eigenlijk heel veel aanvragen om met grote artiesten te werken. Maar stel je nou voor, je hebt dan een aanvraag krijg je binnen van Rihanna. Ja. Dat gaat dan via haar management of zo? Ja, ik heb haar nooit ontmoet, ik heb haar nooit gesproken. Maar eigenlijk werken jullie dan samen, maar jullie werken samen, maar jullie praten nooit met elkaar. Nee, het gaat allemaal via management. Ja, heel bizar. Heb ik een officiële remix gedaan voor Coldplay. En die remix kwam pas uit tot elk lid van de band hem had goedgekeurd. Maar ik spreek niemand van de band. Ik krijg op een gegeven moment gewoon in één keer een akkoord van ja, oké, de band is blij met de remix, hij mag uitkomen. Wat voor show is het morgen? Het is morgen echt mijn concert. Dus het is niet een festival waar ik sta. Het is echt, de mensen die er komen, die komen echt voor mij. Het is echt een Hartwell concert. We zijn er bezig met al 2,5 jaar met de wereld toe. Die heet I Am Hartwell. En ja, het is morgen dan het allergrootste DJ-concert ooit wat in Duitsland heeft plaatsgevonden. Dus dat is wel echt super vet. Hoeveel mensen komen er? 40.000 man. Dus het is aardig feestje. Een bescheiden feestje. Een bescheiden feestje. Kan ik wat mensen op de lijst zetten? Jij wel. Ik ga je hier met rust laten. Ik heb namelijk een pizza besteld en ik hoor net dat die bezorgd is. Ik zie je morgenochtend. Is goed. Heel veel succes. Komt helemaal goed. Ik zie je morgen. Ik hang nog even in de mancave. Is goed. Ik ben op bezoek bij Hartwell die in Duitsland een uitverkocht stadionconcert geeft. In een 3 uur durende show laat hij 40.000 fans volledig uit hun dak gaan. De dag voor het concert lopen we samen door zijn geboortestad Breda. Maar had je dit nou vroeger kunnen bedenken, dat je leven nu zo zou zijn? Nee, nooit. Ik ben gewoon begonnen als lekker als plaatjes draaien, maar ik gewoon muziek heb als passie. Ja. En ik wilde mijn eigen muzieksmaak eigenlijk overbrengen aan anderen. Maar wist je dan wel vanaf kinds af aan dat je DJ wilde worden, of had het ook iets anders in de muziek kunnen worden? Had ook iets anders in muziek kunnen worden eigenlijk. Ik was 4 jaar toen ik bij mijn ouders aangaf dat ik heel graag piano wilde spelen, omdat ik gewoon muziek maken heel erg fascinerend vond. En veel muziek gemaakt. En op mijn 12e ben ik eigenlijk begonnen met mijn eigen danceplaatjes maken. Echt houtje touwtje. Maar op mijn 14e kreeg ik mijn eerste platencontract aangeboden. Dus het werd in één keer een soort van heel professioneel. Maar hoe ging dat dan? Want ik kwam op mijn 14e niet verder dan het buurthuis. ik maakte dus mijn eigen plaatjes en eigen remixen. Ja. En ik wilde die gewoon dat iedereen die kon horen. Dus ik zette die op internet. En nu is dat eigenlijk een soort van normaal. Want al die opkomende DJ's zetten hun muziek op internet. Maar toen deed niemand dat. En iedereen begon toen in één keer mijn platen te downloaden. En toen begon op een gegeven moment 538 begon mijn remixjes te draaien. En toen hoorde een platenmaatschappij, of een eigenaar van een platenmaatschappij hoorde dat. En die heeft toen eigenlijk 538 gebeld van wat draaien jullie? Van wie is deze remix? Ja. Toen heeft 538 gewoon een landelijke oproep gedaan van kan Hartwell bellen naar de uitzending? We zijn op zoek naar wie Hartwell is. En ik heb toen gebeld. Ja, hun wisten niet dat ik toen 14 jaar was, nog geen baard in mijn keel. En dan kwam zo'n klein jongetje in de uitzending. Maar dan ben je 14, dan heb je dat contract in de wacht gesleept. En dan? Eigenlijk vanaf dat punt begon ik met meer draaien. En dat was, ik heb letterlijk in Nederland elke boerderij, club, café gezien inmiddels. En je begint gewoon heel klein eigenlijk onderaan de ladder. Ik ben eigenlijk alle kleine dingetjes gaan doen. En toen ik 17 was, werd ik gevraagd voor de grotere festivals en de grotere evenementen hier in Nederland. En het is eigenlijk een soort van olievlek die zich verspreidt. Die begint eigenlijk heel lokaal en dat wordt steeds groter. En op een gegeven moment vanuit Breda kom ik in Rotterdam terecht, naar Rotterdam, Amsterdam. En toen werd het in één keer heel erg serieus. Voor ik het wist, stond ik in één keer op Sensation White en dat soort evenementen. Maar en wanneer dacht jij dan echt van, het begint nu wel echt groot te worden? Je hebt eigenlijk gedurende je carrière heel veel verschillende mijlpalen. Weet je wel? Ik had echt zoiets van, als ik ooit een keer op een festival mag draaien, lijkt me helemaal te gek. Ja. En dat kon al hier een lokaal festival in Breda zijn. Maar het is zeg maar, je verlegt steeds die grens voor jezelf.
En wat het voor mij het ultieme was, is het vorig jaar, precies een jaar geleden, dat ik mijn eigen concert kon geven in Madison Square Garden in New York. Wat voor mij, ja, zeg maar, het poppodium, heilige tempel van de wereld is. Ik bedoel, ik zat daar in de kleedkamer en in die kleedkamer hingen de foto's van artiesten die hadden opgetreden. En dat waren de Beatles en Michael Jackson en Elvis Presley, Coldplay. En dan kom ik daar als jochje uit Breda daar draaien. Dat was echt een heel, voor mij was het echt een heel, ja, echt iets mega, mega speciaals. Met zijn stadionconcert breekt Hardwell een record in Duitsland. Nooit eerder verkocht een DJ daar 40.000 tickets voor een eigen show. Samen met Robert en zijn vader rijd ik mee van Breda naar het stadion in Gelsenkirchen. Onderweg vertelt Robert over zijn nieuwe goede doelstichting United We Are. Vorig jaar december organiseerde hij in Mumbai een concert waar al het opgebrachte geld ten goede kwam aan een scholenproject in India. Ook van het concert in Duitsland gaat van elk verkocht ticket een deel naar zijn stichting. Maar en hoe kom je erop om dat te gaan doen? Nou, ik ben eigenlijk opgekomen toen ik mijn eerste show had, mijn eerste concert in India. Toen reden we naar het evenemententerrein. En het regende echt, niet normaal. En net voordat we bij het terrein waren, zag ik een heel groot billboard van mezelf. Helemaal uitgelicht, helemaal fancy. Omdat het zo regende, waren er heel veel kinderen zonder dak boven hun hoofd die aan het schuilen waren onder mijn gezicht letterlijk, onder mijn billboard. En ja, toen voelde ik me eigen zo slecht van binnen. Echt, mijn hart brak. Gewoon die kleine kinderen gewoon zag schuilen onder jouw fancy billboard. Toen dacht ik, nou, de volgende keer als ik terugkom hier in India, wil ik echt iets terug doen voor dit land gewoon. Ja, zo, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. En van al dat geld wat er dan binnenkomt en in de pot gaat, wat voor auto ga je daarvan kopen? Ja, helemaal niks dus. We gaan heel veel scholen bouwen in India. En niet alleen scholen bouwen, maar we gaan ook, zeg maar, de kinderen die naar die scholen kunnen gaan, gaan we voorzien van schoolgeld. Mooi hoor. Ja, het is wel echt heel tof. Ja, en dan een klein detail wat ik zelf heel cool vond, dat er ook per se op elke school muziekles gegeven gaat worden. Blokfluit en zo. Precies. Gaat dit altijd zo? Ja, dan denk ik iets meer camera's. Het lijkt verdomme wel alsof de Beatles ieder moment aan kunnen komen. Er staat al een enorme rij buiten. Word je hier niet helemaal peunefeus van? Nee, valt mee. Ik zie dat er genoeg security is, dat zal het wel meevallen. Robert heeft een druk programma. Hij moet meteen door naar de persconferentie. Ik maak even een foto van je. Ja, top. Sorry. Maar je wacht op een idee. Doe je dit nou altijd voor een show, zo'n persconferentie? Ja, eigenlijk is het ook om heel veel tijd te besparen. Want ze vragen heel veel interviews aan, heel verschillende media. Dit is meer zo algemeen. Ze stellen heel vaak dezelfde vragen. Ja. Dus nou, dus gewoon een persconferentie, kunnen mensen vragen stellen. Nou, vandaag was er niet echt heel veel vragen. Het was gekhuis. Het was wel gekhuis, want het is echt super tof. Ik wist niet dat we nou 50.000 euro hebben opgehaald voor mijn goede doel dan, ja, in India. Mooie verrassing, dat is echt, ik zei al net, echt een warm welkom. We gaan snel door met een tv-interview. En meteen daarna een meet and greet met de fans. Ja, wacht even hoor. Ja. Yes. Echt goede foto's hoor. Als er nou Nederlandse sterren naar mijn show kijken. U ziet het, ik ben te boeken voor fotosessies. Doe het gewoon. Het gaat als een tieren. Yes. There you go. Enjoy the show. Dit was het. Dat was het. Ik doe het licht uit, mensen. Ik ben te gast op een concert van Hardwell in Duitsland. 40.000 fans hebben een kaartje gekocht. En na een persconferentie en meet and greet kan Robert eindelijk naar zijn kleedkamer. Dit is gewoon 2,5 keer Ziggo Dome. Het is gewoon. Ja, die bouw string bij. Het is al aardig vol. Het gaat goed. Hoe snel was dit nou uitverkocht?
sowieso de veldtickets. Die waren eigenlijk al uitverkocht binnen 24 uur. En toen hadden we nog een aantal ringtickets, wat natuurlijk helemaal niet normaal is bij een danceconcert, want iedereen wil dansen. En die zijn ook binnen 2 dagen later zijn we alles uitverkocht. Wat voor dingen heb jij dan moeten laten om dit te kunnen bereiken? Moeten laten? Dat klinkt heel neer. Je hebt altijd kunnen doen wat je wilde. Ik heb eigenlijk altijd kunnen doen wat ik wilde. Ik zeg ook altijd, ik heb nog nooit gewerkt. Want ik hou zoveel van wat ik doe, dat het gewoon voor mij, ik zie het niet als werk. Als je dan zegt, ja, wat heb je moeten laten? Het enige wat ik negatief aan mijn vak zou kunnen opvatten, is het vele reizen. Dus je beste vriend jarig is, je vader of je moeder jarig is, verjaardagen. Ja, je mist heel veel dingen, sociaal gebied. Loert dan niet het gevaar dat je te veel hooi op de vork neemt en dat je denkt, ja, maar dit doe ik ook, dat vind ik leuk, dat wil ik er ook bij doen? Ja, dat is het allermoeilijkste. Als je mij wel eens mijn boeken zegt en me belt van, hey, wil je daar staan? Dan zeg ik, ja. Alles is leuk. Alles klinkt leuk. En ik heb toen in 2012 heb ik een lichte burn-out gehad. Omdat ik inderdaad te veel hooi op mijn vork nam. Ik heb heel veel van geleerd. Wat ik vooral merk is dat ik de juiste balans moet vinden van de hoeveelheid optredens en van mijn studiotijd. Waar merkte je toen de tijd aan dat je een lichte burn-out had? Ik merkte het vooral aan dat ik op een gegeven moment dat mijn emotie bijna helemaal uitgeschakeld was. Als ik een super vet optreden had gehad, dan had ik echt zoiets van, ja, was het leuk? Ik ging aan dezelfde aan twijfelen. En muziek maken, ja, interesseerde me niet meer. Ik had er geen energie meer voor. En ik vond het ook helemaal niet meer leuk. En op een gegeven moment wordt niks meer leuk. En dan, ja, dan dat is gewoon een van de symptomen van een burn-out inderdaad. Maar merkte jij zelf dat er iets niet klopt? Of zeiden mensen om je heen van, hé, je doet anders? Nee, ik merkte het zelf. Ik heb op een gegeven moment, ik stond op het punt om naar Schiphol te rijden voor een 2 weken Amerika tour. En ik werd wakker om 5 uur 's ochtends van een jetlag. Gewoon thuis. Ik ben naar mijn ouders gereden, gewoon omdat die dichtstbij wonen, waar ik daar toen terecht kon. En heb gezegd van, luister, het gaat niet. Ik kan niet nu naar Amerika. Ik ben gewoon op. Mijn batterij is op. Ik kan niet meer. Weet je wel, het hebben we inderdaad die 2 weken toe gecanceld. Maar dat lijkt me wel wat, want het is dan allemaal afspraken gemaakt. Ja, mensen hebben betaald. Ja, dat is heel wat. Het is het heftigste voor een artiest wat je kan doen. Om zeg maar shows af te zeggen. Het is gewoon alle heftige wat er bestaat. Hoe lang duurt het nog voordat de show gaat beginnen, voordat jij op moet? Voor ik op moet, dat is over 1,5 uur. Ja. Dus elk moment kan Aditya, Kill the Bus, kan gaan openen, die gaat beginnen. Ja, dat kan echt elke seconde zijn en na hem begin ik meteen. En moet je nu nog wat doen voor je show? Nee, wat ik al heel belangrijk vind, sowieso 1 uur voor mijn show. Wil ik juist met, als er vrienden aanwezig zijn, familie, wil ik juist met hun lekker in mijn kleedkamer een drankje doen, gezelligheid. Ik ben heel erg van je omringen met positieve energie. Dan kom ik helemaal in de goede stemming en ja, gewoon wat is er belangrijker dan je naast de support erbij te hebben. We gaan maximaal chillen en dan zie je zo. Is goed. Lekker. Je zelf met die golf kan rijden. Ja. Can I drive? Oh, yeah, let him. But please, no accident now. Please. No. So long. Not on the green. Not on the green. Guten Abend. Ik heb trouwens nog een verzoeknummer. Ja. Green's Lightning. Gooi, ik doe het echt lekker erbij, hè? Niet doen. Je hebt geen idee. Nee. Nou gaat het bijna gebeuren, maar je komt op mij zo ontzettend relaxed en zakelijk over. Oh ja, nee, niet bewust of zo. Okay. Ik heb echt fucking veel zin. Ja, gelukkig. Alle platen die je ooit hebt gemaakt, dus alle goedzeten, tranen uit de studio, dat wordt hier zeg maar meer
ik zie het. Jezus. Ja, ik heb geen woorden voor, hoor. Nee. Ik heb veel shows gedaan in mijn leven. Maar zoveel energie. Dat was echt één, ja, misschien wel de beste show die ik ooit in mijn leven heb gedraaid. Echt? Ja, echt. Ja, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Het was zo fucking vet. Gewoon echt een kick. Ja, je kan niks tegenop. Ik zou zo lang mogelijk dit willen blijven doen. En hoef niet per se zo groot te zijn. Maar gewoon dat zoveel mensen je muziek tof vinden. Dat is iets wat jij hebt gecreëerd. En mensen hebben daar zoveel waardering voor. Dat is het allermooiste wat er is. Ik vond het echt magnifiek. Dankjewel. Ja, het was echt mooi. Ik ga een biertje drinken. Ik trek een flesje champagne open. Let's go. Ja.